Ja, weet je wat het is? Voor mij natuurlijk niks. Ik heb niks met die andere mensen te maken. Ik heb niks met dat denken te maken. Voor mij, ik ga naar mijn werk. Ja. Dus het zal wel zo zijn, maar... Ja, ik doe daar niks mee. Ik weet dat en ik laat het maar zo. Ja, vind je het ook niet vervelend? Nee, ik vind het zo dom. Ja. Als mensen zo denken, dan kan ik ze echt niet helpen. Nee. Dat, als je dat niet begrijpt... Maar je ergert je er ook een beetje aan, toch? Mensen, ja, ik vind het niet leuk dat mensen hebben een beetje zelfs het idee van... Het was een keurige serie en toen kwam Kiki binnen. En die begon onmiddellijk alles uit te trekken. En toen was het weer zo'n vunzige serie geworden. Ja. Zo is het niet. Nee. Een serie wordt geschreven, daar zit een vrouw in die bepaalde dingen doet. En er staat van tevoren ook al vast dat daar af en toe kleren uit zullen gaan. Maar even advocaat van duivel spelend. Ja? Ze kiezen jou natuurlijk toch voor die rol. En ook voor dat praatprogramma wat je hebt gedaan. Ja? Daar hebben ze niet, zeg maar, Violet Valkenburg voor gekozen. Nee. Maar jou. Ja. En dat heeft dan toch iets... Denk ik. Ik denk dat het te maken heeft met dat ik heb weinig chaîne. Ja. Het kan mij niet zoveel schelen. Dus ik bedoel, er zijn een heleboel actrices die het gewoon niet doen. Die gewoon zeggen, ik trek niet dat bloesje uit. Nou, zo ben ik niet. Ik heb zoiets van, ja joh, goed. Als ik uit bed stap, zal wel naakt zijn, hè? Ik bedoel, de meeste mensen liggen bloot in bed als ze aan het vrijen zijn. De meeste mensen stappen bloot onder de douche vandaan. Natuurlijk, dat zal helpen om mij te nemen voor een rol. Want dat weet je, dat ik daar niet mee zit. Bovendien, als je tegen een actrice zegt van... je moet iets uittrekken en zij heeft daar gêne over... dan zul je dat als kijker zien. Ja. Daar krijg je last van. Ja. Dat is een onaangenaam gevoel. Dus dat moet je niet hebben. Maar het is niet zo... dat ik in het leven ook, ik zal maar zeggen... overal uit de kleren ga. En het heeft wel altijd een beetje aan me gehangen. Ik heb wel... Vaak reclamewerk gedaan vroeger in mijn jonge jaren voor zonnebanken, voor bubbelbaden. Ik ben gewoon opgevoed met zoiets van bloot is natuurlijk en daarom zit ik er niet mee. Nee, maar ik denk misschien dat het verder gaat dan dat. Hè? Dat je, niet alleen dat je opgevoed wordt met bloot is natuurlijk, maar je lijkt me helemaal vrij... Nou, vrij straight eigenlijk wel. En zoals je het ook zegt, je bent makkelijk in dat soort dingen. Het hoort erbij, dus dan doe ik dat en maak er geen problemen over. Nee, ja, precies. Zo zie ik het. Maar ik vind niet dat een ander dat ook moet doen. Laten ze het alsjeblieft allemaal niet doen. Dan blijven die rollen van mij. Dan ben ik aan het werk. Ja. Dus ik heb er niks op tegen als iemand het een probleem vindt. Maar ik kan het echt niet als een probleem ervaren. Nee. Hoe kom je zo? Hoe ben je zo geworden? Zo nuchter eigenlijk en ik denk dat het er veel mee te maken heeft dat mijn vader ook acteur was, of is. Dat ik dus opgegroeid ben. Ik ging altijd naar mijn vader kijken. En dan speelde mijn vader een boze man. En dan speelde mijn vader een lieve man. En dan speelde mijn vader een oude man. En dat was alsmaar mijn vader. Ja. Dus voor mij is dat toneel iets natuurlijks. Ik wist altijd al hè, dat het zo werkte. Voor mij is er niks vreemds aan geweest, nooit. Ik wist dat mijn vader dingen deed die hij leuk vond. Ik wist dat hij dingen deed die hij verschrikkelijk vond. Dat hij tegen ons zei, kom maar niet kijken, want ik geloof niet dat het mooi is. Nee. Maar hij moest het wel doen, want we moesten wel eten. Werk is werk, ja. Precies. Dus ik ben op een nuchtere manier met dat vak in contact gekomen. Ja. Hoe vond je het dan om te presenteren? Want dat is toch heel anders. Daar kan je geen rol spelen eigenlijk. Nee, dat vond ik heel erg moeilijk. Ja. Vond ik heel erg moeilijk. Het was ook mijn grote angst dat ik dus een presentatrice zou gaan spelen. Ja. Weet je wel, van nou, ze zal ongeveer zo kijken. Ja. En dat is niet de bedoeling. Dat is heel moeilijk. Ik wil die dobbejas aantrekken. Ja, precies, zoiets. Ja, ja. Daar was ik bang voor, dat ik dat zou gaan doen. Dus ik heb heel vaak tegen mezelf gezegd van, ben jezelf, probeer jezelf te zijn. Doe je dat, je vader is acteur geweest, ben je dat voor jezelf? Is acteur. Ja, is acteur. Maar is je vader een coach voor jou of ben je dat ook een beetje voor jezelf? Nou, ik heb natuurlijk altijd iemand waar ik goed ruggespraak mee kan houden. Maar ik geloof niet dat hij echt mijn coach is. Nee, dat zou hij jezelf ook niet willen, ja. Misschien in de eerste jaren dat ik nog wat vaker iets had van, hey, maar ja, het gaat zo zijn eigen gangetje. Ja. En dan, je hebt ook veel in de horeca gezeten. Ja. Daar heb je wat mee. Ja. Wat? Ja. Ja, weet ik niet. Een virus, denk ik. Is net zoiets als acteren. Dat kom ik niet meer van los. Iedere keer als ik toevallig niks te doen heb, dan komt er iemand en die zegt, wil je mij niet hiermee helpen? Of heb je geen zin om bij ons dit of dat te komen doen? En dan denk ik, ja, waarom niet? Het is een hele andere wereld, de horeca. Vind ik niet erg.
Nee, maar wat is dat voor jou? Nou, gezellig. Met mensen. Op een leuke manier met mensen zijn. Dat bedoel je? Mensen die uit zijn, die... Ja, nee, ik vraag dat een beetje, omdat... Ja, in de horeca is mensen die in zo'n gelegenheid komen, die zijn in de horeca is iedereen gelijk in een bar. Ja. Ja? Maar in het vak waar jij in zit, actrice, daar ligt dat weer, hè, een televisiewereldje, daar ligt dat weer heel anders. Tenminste, toch een beetje hier en daar een heppepepep wereldje met al de feestjes en hey, hi. Ja, maar doe ik helemaal niet mee. Ik kom naar de feestjes. Echt niet. Ik vind het ook... Nou, moet het echt dwang? Moet er dan uitgeoefend worden? Ja. Als ik, en dan vind ik het ook wel aardig, maar ik kom niet verder dan aardig zo'n avond. Ik ben liever gewoon uit met mijn eigen vrienden. Dat vind ik dan een stuk gezelliger. Dus het glamour-gedeelte van het vak, dat spreek je niet aan? Nee, zegt me helemaal niets. Vind ik zelfs vervelend. Waarom? Want er zijn heel veel mensen die daarom om juist... Dit vak zo bijzonder vinden, juist door de glamourkant. Ja, maar in mijn eigen leven is die echt ver te zoeken. Ik weet niks glamourous aan mijn eigen leven. En vooral als je het werk doet, dan weet je gewoon dat het allemaal niets inhoudt. Begrijp je? Het is allemaal lucht. Toch ook een vak? Ja, maar voor een groot gedeelte is het gewoon lucht. Je begint aan dat vak, tenminste zo ben ik eraan begonnen, om je wil actrice worden. Ja. Je wil toneelwerk doen, je wil spelen en je wil daar je geld mee verdienen. Hm. Zo begint het. En dan ineens, op een mooie dag ben je bekende Nederlander. Nou, in de aap gelogeerd ben je, zeg. Ja. Maar dat was niet mijn... Daarom ben ik er niet aan begonnen. Nee. Ik wil toneelspelen. En het allerliefst zou ik willen dat iedereen mij verschrikkelijk goed vond toneelspelen. Dat is mijn goal. Ja. Maar niet... Een bekende Nederlander zijn. BN'er. Nee, maar dat zegt niks. Ik bedoel, ik ga niemand op zijn tenen staan. Maar ik ken mensen die echt niet goed toneel spelen. Die ontzettend bekende Nederlander zijn. Ja. Begrijp je? Ik kan dus niet tegen mezelf zeggen... Kiek, je bent bekende Nederlander, dus je doet je vak goed. Wel, nee. Dat is een toevalstreffer geweest. Toevallig kom ik in dat Cezaat terecht. En toevallig, ja, ik weet niet waarom... Is dat zo gelopen? Ben je BN'er geworden door Zeggens A of door Diamant? Ja, absoluut. Nee. Zeggens A. Ja. Zeggens A. Daar is het begonnen. Ja. Absoluut. Samen met Kenneth. Hup, daar ging die. En je weet niet waar je aan begint. Anders roep je, oh! Nee. Maar je bent jong en enthousiast en je huppelt overal naartoe. En op een gegeven moment word je wakker en dan blijkt het ineens zo te zijn. En je kan er niets meer aan doen. Nee. Maar het is niet leuk. Ik bedoel, als ik moet kiezen, dan zeg ik, weet je wat? Hou dat BK. BN'er ja. zijn. En geef mij werk. Ja, nou ja, ik denk dat er werk genoeg is in theaters, toch of niet? Valt in serieus toneelstuk. Nee, want die willen andere mensen, die willen mij niet. Die willen hun eigen mensen uit het toneel. Want als ik daar binnenkom, ik ben daar wel eens in dat land. En dan word ik ook een beetje bekeken van dat meisje van de televisie. Ja. Moet die nou ook op het grote toneel? Dat is een hele andere scene. Precies. Die hebben hun eigen mensen en hun eigen toppers. En jij bent een dingetje uit televisieland. Ja. En jij moet echt niet denken dat jij nou ook wat kan. Nee. Er is niet veel werk. En juist omdat je dus bekend bent van een rol... zegt een ander weer van... Nee, die is zo bekend van die televisieserie. Laten wij nou maar op zoek gaan naar een nieuw gezicht. Vervelend, hè? Al dat die hokjes... Je hokje is moeilijk. En waar hoor uit moet breken. En waar precies. Zit ik? En het gaat niet alleen om werk. Waar wil je horen? Waar zou je het liefste willen horen? Tussen de goede actrices. Tussen de goede actrices? Ja, absoluut. En dan maar een beetje minder bekend. Lijkt me heerlijk, maar... Ja, te boek staan als een goed actrice. Dat zou ik het allerliefste hebben. Nou, volgens mij, Kiki, ben je al aardig op weg. Heb jij een voorbeeld van een goed actrice waarvan je zegt... Nou, dat niveau, daar zie ik mijzelf wel... Ik weet niet of ik mijzelf daar zie. Maar ik zou mijzelf daar graag willen zien ooit. Geert de Jong. Geert de Jong. Ja. Ja. Dat vind ik... Dat noem ik een actrice met kloten. Ja. Daar mag ik graag naar kijken. Ik hou ervan als er wat gebeurt. Ja. Ik hou niet van wat vlakken. Nee. Nou, ik zal je volgen, Kiki. En dankjewel. Ik hoop dat je ooit daar terecht komt. Ik hoop het ook. Ik doe mijn best. Het zal niet moeilijk zijn. Gaat lukken. Kiki, hartstikke leuk dat je er was.
Fijne dag nog. Dit was Vita Vesta voor vandaag. Ik ben er morgen gewoon weer om 9:30. Maar dan met de OEFA-show. En ik zie je dan.